Oké, we kunnen eraan beginnen. Jada, welkom. Hallo. Dank u. Welkom. Bedankt om terug te komen. Ja. Vertel eens, porno-industrie. Bam. Veel over te vertellen, denk ik. Ja, toch wel. Hoe zag je daarin gerold? Eigenlijk uit curiositeit. Ik zag Elise van Vlaanderen op... ik dacht dat dat Play 2 of Play 1, whatever, een programma op tv. Ze sprak over de porno-industrie en hoe dat het eigenlijk in zijn werk ging. En ja, ik had er al een tijdje wel zonder interesse in. Maar ik dacht van ja, dat is niets voor mij. En ook ja, mijn familie en mijn vrienden. Maar goed, ja, op een gegeven moment denk ik, ik moet eens aan mezelf denken. En ik ga het gewoon proberen, een mailtje sturen. En ja, voilà, van het een kwam het ander. Het was eigenlijk de bedoeling dat het één scène was. Één video om eens te proberen. Maar ze zeiden ook tegen mij van ja, dat is echt uw plaats. Het is een supergoeie scène. En Elise heeft mij dan uiteindelijk verder geboekt. En dan zijn andere producenten naar mij gekomen. In België dan? Ja, in België en ook Nederland. Nederland is redelijk vlug gevolgd in mij, om mij te boeken. Ik heb echt keihard gewerkt de eerste maanden. En dan is het buitenland zo wat interesse beginnen tonen in mij. En ik dacht van ja, oké, ja, de eerste keer naar het buitenland alleen. Wat is buitenland dan? Praag. Praag, vooral okay, ja, ja. Praag. Dat is wel de place to be in Europa. Dat is een hotspot, hè, denk ik, voor de porno-industrie. Pas op, ja, Budapest, Praag ja, en Spanje. Spanje ook. Spanje ook ja. Nu, in Duitsland zijn er ook veel producers, en Frankrijk ook. Maar goed, ieder land heeft wel een beetje zijn kenmerken en zijn specialiteiten voor het tot te zijn. Welk land is welke specialiteit dan? Praag is hardcore. Ah, mijn eerste ervaring. Mijn eerste ervaring was Praag. Samen met een andere Belgische actrice. Dat was uw eerste ervaring? Ja, dat was echt drek. Anaal, en ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, van ja, ja, dat kan. Was dat niet even schrikken dan? Als je zo ineens zo van een beetje soft naar hard gaat? Ja, want uiteindelijk, no offense, de Belgische en de Nederlandse acteurs, ja, dat zijn meestal ook mensen zoals in mijn positie die nog een andere job hebben, die dat doen als ja, part-time bijverdiensten. Maar goed, ik zit wel in die situatie, mijn status is bijberoep, hoofdberoep, maar ik doe het wel professioneel en ik kan zien mezelf ook als professionele actrice. Ja. Ik wil het ook zo goed mogelijk doen en ik wil ook verder en verder geraken en toch zeker naambekendheid krijgen, want uiteindelijk in België is er echt niet veel. Dus het verschil was immens tussen België en Praag. Het was immens, ja, die acteurs komen daar binnen in een badjas. Ja, direct al klaar voor de actie. Dus professioneler bedoel je? Of, ja of gewoon... professioneler, maar ook wel afstandelijker. Afstandelijker? Ja, daar moet je echt wel tegen wapenen. En, Was dat dan, wist je dat van tevoren? Of, Nee, want je bent het ook niet gewend. En oké, je hebt wel de uitleg van dit is de scène, dit wordt er van je verwacht. Je gaat dan in make-up en je haar wordt gedaan, de lingerie, ze trekken dan foto's van hey, is het goedgekeurd door de grote baas. Dus dat is ook al iets anders, want hier in België, ja, ze zeggen gewoon van kijk, dit is het soort scène, dit is het soort lingerie dat je mag aantrekken. Maar goed, daar is het echt van kijk, goedkeuren of afkeuren. Daar is dan echt meer echt een productie en hier is het eerder van nog amateuristisch ergens? Elise kijkt er pas op. Ja, nee, niet amateuristisch, maar ik moet zeggen, het is, gaat hier wat, nog wat losser. Ja, het is gewoon anders. Ik ga het woord amateuristisch niet in mijn mond nemen. Nee. Maar we hebben natuurlijk, dat mogen we zeker niet vergeten, ook productiehuizen die meespelen met de grote jongens, die echt wel awards winnen, die budget hebben. In België? Ja, die internationale modellen ook inhuren, zoals Mariska. Waar ik nu exclusief voor shoot dit jaar. Dus enkel voor haar in België en Nederland. Natuurlijk mag ik wel naar het buitenland gaan. Nederland is ook natuurlijk buitenland, maar goed, het is een beetje dezelfde poelen van porno. Dat is echt wel nog een... Het is gewoon anders. Ik kan niet zeggen van niveau of van level. Het is gewoon anders. Ik prefereer het wel. Van kijk... Maar eerst foto's nemen, solo-foto's, de hard-foto's, de F-foto's. Kan je zelf invullen, F-foto's. Ja. En dan de solo-video en dan effectief de scène. Goed, het is wel langer
werk, allee, de scène of de dag, de draaidag duurt langer. Hoe lang ongeveer? Laat ons zeggen, bij de producties waar ik gestart ben, kan je in 2 uur, 2,5 uur ben je rond. Wat, doe je met aankomen en vertrekken of gewoon de scène zelf? Ja, 2,5, 3 uur met aankomen en vertrekken. Okay. Maar bij de andere productiehuizen waar ik nu een beetje ben ingerold, mag je toch rekenen op 6 uur. 6 uur? Ja, En hoeveel van die tijd zet je in actie dan? De helft. 3 uur? Zeker de helft. Allee, de harde scène is zeker de helft. Ja. Zo. De foto's, ja, dat is easy peasy. Iedereen kan foto's nemen. Maar allee, voor in Praag was ik al de dag ervoor bezig met mijn voorbereiding. Ja. Ja. Wat is je voorbereiding dan? Het is gewoon foto's nemen. Niet meer eten. Niet meer eten. Ah ja, juist. Alles, allee, scheren doe ik sowieso. Maar alles gewoon glad maken, alles spoelen, alles gewoon mentaal voorbereiden. Niet meer drinken. Vloeibaar wel drinken, maar ik wil zeggen, geen alcohol. Ja. Dat is mijn voorbereiding, een beetje mentaal gewoon. Ze moet mij dat ook liefst van al gerust laten. Dat is topsport eigenlijk dan? Dat is echt topsport. Ja, dat zou jij zit nu te zweten, maar kan je garanderen. Okay, het is een handdoek of zo? Amai, je kan mij gewoon achter die scène uitwringen. Echt waar. Echt? Ja, hij had een emmer vol met mijn zweet. Maar mijn zweet alleen al. Maar geniet je dan ook van als dat 3 uur is? Allee. Want de meeste mensen genieten van seks misschien max een half uur. Een uur is al zo... 3 uur? Nee, niet echt meer op het laatste. Nee, ja. Nee. Maar met breaks dan toch, of niet? Ja, natuurlijk met breaks. Soms geeft je lichaam het gewoon ook op. Maar goed, een vrouw kan meerdere orgasmes krijgen en dat gebeurt ook wel. Ik geniet nog altijd van die scènes, maar op den duur is het ook zoiets van... Het mag gedaan zijn. Het is goed geweest. Maar je merkt het niet aan mij, maar ik denk het wel. hoeveel per week neemt je er dan zo'n op? Is dat dan 1 keer per week, of...? Goh, in de beginperiode, toen had ik nog in België en Nederland shooten... was dat toch zeker 2 tot 3 maal per week. Alleen met iets bezig zijn van in de porno. Dat is al best goed, hè, denk ik. Ja, maar dat was echt de beginperiode. Nu werk ik exclusief voor Mariska. Ik werk ook nog vol tijd, dus is het ook niet haalbaar voor iedere keer naar het buitenland te gaan. Oh, ja, okay. Dus laten we zeggen, 1 shoot per 2 weken. Mm-hmm. Maar ik ben wel wekelijks bezig, zelfs dagelijks, met eigenlijk mijn beroep als pornoactrice. Ja. Want er komen er nog andere dingen bij, buiten videoshoots. Dus, Komt er OnlyFans bij kijken? Ja, ook, ja. Dat is dan puur alleen voor u dan de inkomsten? Ja. 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 En wat doe je dan op OnlyFans? Wat is dan het verschil tussen... Hadden ze mij een beetje als actrice leren kennen. De fans kunnen mij daar vragen stellen, kunnen video's aanvragen. Ja. En ze volgen mij zo backstage. Iets intiemer. Eigenlijk Insta-stories, maar dan op OnlyFans. Dan iets explicieter. Gaat het lekker? Well, OnlyFans is niet mijn grootste verdienste. Het is gewoon een bijverdienste. Maar ik ben eigenlijk in januari ben ik in zee gegaan met de management. Dat is mijn grootste... fout ever in the business. Ze hebben al mijn geld gepakt. Ze hebben 3 maanden eigenlijk gewoon mijn pagina gewoon verpest. Dus ik heb alles, en het is zelf nog niet gelukt, alles terug opbouwen. Ze hebben echt wel hele grote chaos achtergelaten. Smerig. En nog? Ja, zeg maar. Welk was dat management in België? Of? Nee, het was er zat wel een Belg in, dacht ik. Maar het waren voornamelijk een management uit Eindhoven of Amsterdam. Ik weet het niet meer. Okay. Maar goed, het klonk allemaal veelbelovend. En ze hadden ook Nano Vaassen als voorbeeld. En ik dacht van, als zij erin mee gaat, dan zal het wel legitiem zijn. Dat is de Black Magic ding, niet? Nano Vaassen? Of niks met dat is een beetje de rivaal van. Oké. Competition. Nee, niet competition. Nee, ook niet. Hoe ben je dan altijd de podcast te krijgen? Is extreem moeilijk. Nee, don't give him airtime, please. Ik weet niet, ik denk dat het wel interessant is. Maar hij wil niet komen, hè? Hij doet geen interviews. Hè? Ja, hij doet niks. Hij zei antwoord niet. Maar ik denk dat het dan heel interessant is. Ze hebben er een film van gemaakt, bij wijze van spreken. Ze hebben geen film over hem gemaakt, over de Zillion. Ja, maar ja, hij komt erin voor, hè, dus op zich. Hij gaat daar, als Matteo Simone u speelt, dan gaat dat sowieso... Dat gaat hem sowieso keiveel bekendheid opleveren. Want ze gaan echt al zijn eigenschappen... Gaat iets opleveren. Dat gaat ze echt uitvergroten en Dat is zoals, jammer dat ze een beruchte crimineel eigenlijk nog airtime geven. Ja. Dat vind ik wel. Dat is eigenlijk zoals Simon Levi. Ja, Simon Levi. Ja, dat is juist hetzelfde. Voor veel gasten is dat nu een god, maar die heeft eigenlijk iets
vrij slecht gedaan. Erg, hé. Ja, het maar, zou moeten een vrouw zijn. Hoe is dit? Draai de rollen eens om. Het zou moeten een vrouw zijn. Wel, eigenlijk, het concept waarom dat veel mannen zeggen van oké, als een god, omdat hij doet eigenlijk wat dat vrouwen doen bij mannen. Snap je? Oh, van die Netflix, zei je dat? Oh. Ja, maar ik weet niet, enorm veel euro's afpingelen. I mean, de eerste was een zware golddigger. Ik bedoel, dat ze zocht echt voor iemand met geld. Dat ze niet... dat was duidelijk, dat jij dat kan veranderen dat was, en iets... Dat zag je toch wel. De tweede denk ik niet, maar de eerste, dat was echt overduidelijk. En jij hebt dat niet gezien, hè? He's a male bitch. Ik heb sorry. Het gezien. Dus zoiets doe je niet. Ze bleef van elkaar. Ze haalt nee, je moet het sowieso ze, niet doen. Ze moet het sowieso niet ik vind het wel... Ik vond het wel... Doe het maar, hè. Ja, pas doe op. Het maar, hè. Maar is dat het belangrijkste? Iemands leven verpesten voor geld? Nee, zeker niet. Natuurlijk niet. En dan eindig je als dakloze in Praag. Maar ook eerlijk, er zijn... als je geld geeft, zoveel geld aan een iemand dat je nog maar pas kent... Ja, het is ook dom, hè. Ik bedoel, zij dachten ook van, ik ga dat dubbel terugkrijgen, hè. Dat dacht je naar eigen van, ik ga je dubbel zoveel geld. Ik kan zeggen, mij zou het nooit overkomen. En ik kan misschien zeggen van, zeg nooit, nooit. Ik voel me daar ook niet te slim voor, maar ik. Jij zou het vertrouwen nooit zo snel in een man leggen. Nee, mijn verdiend geld is mijn verdiend geld. Ja. Pas op, ik heb ook al zwarte sneeuw gezien door iemand. Maar goed, we gaan er ook niet verder op ingaan. Maar zo'n bedragen en een lening aangaan, dat vind ik echt... dat vind ik er al extreem, extreem... ik zie mezelf dat nooit doen. Dus ik had ook zoiets van, eigen schuld, ik bond. Maar ik ben altijd pro de vrouwen in dat verhaal. Maar dat is normaal, hè? Je bent ook een vrouw. Hè? Dit is echt gewoon een split tussen mannen en vrouwen. Hè? Ja. Ik moet hem toch eens gaan bekijken. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Nee? Ik wil het gewoon niet zien. Ik vind het echt wel een goede serie. Ik ga kijken. Ja, dat is wel goed. Het gaat TikTok? Ja. Kent jij Andrew Tate? Ik heb daar sowieso... ik heb er iets van gehoord, maar ik heb nog... ik weet niet wat exact... Ja, wat hij eigenlijk doet... Hij is eigenlijk bekend geworden met echt zo zijn uitspraken over... De kickboxer. Over hoe dat hij vrouwen behandelt. En dan op die manier dat alle vrouwen achter hem aanzitten eigenlijk. Maar zo op een hele toxische manier. Wow, en die is nu super bekend. Gewoon dat hij via een website... Zo via een masterclass heeft hij dan een pyramid scheme gemaakt. Dus je krijgt 50% korting als je een TikTok-account aanmaakt op zijn naam. En dan video's van hem post. En die is overal op TikTok. Hij heeft het algoritme van TikTok gewoon gekraakt. Ja, hij is overal op TikTok. Ja, ik zag hem voorbij komen en ik dacht van, who is this dude? Ja. Is echt en zo'n Casanova of... Ja, hij kwam ook uit nergens eigenlijk, opeens. Overal. Van mij toch, hè? En wat jij net zegt, opeens zag ik gewoon overal op TikTok. Maar zie, dat is een beetje het probleem met de maatschappij, vind ik. Als je iets doet, al is het slecht of goed... Je komt er wel. Zolang dat je fame krijgt, dan... Ik bedoel, iedereen praat nu over hem, hè? Goed, ja. Iedereen, elke podcast of iedereen praat gewoon over hem. Ja. Echt zot gewoon. Ja. Wat is het verschil tussen een amateur pornoacteur in België en dan de echte professionele goede acteurs in Tsjechië dan bijvoorbeeld? Vooraleerst, zij doen het ook voltijd. Zij wonen daar meestal ook in Praag of Tsjechië. Praag en Tsjechië zijn één en hetzelfde. Maar goed, in die regionen. De voorbereiding. Zij weten ook... Hoe, wat, welk standjes. Dat is gewoon... Ik ben soms niet mee dat de cameraman iets zegt. En ze smijten mij dan in een andere directie. En dan van, heb je dan nu gehoord wat hij zegt? Want ik leg hier nog... what's happening? Is dat dan in zijn Engels, alles? In het Engels, ja. Dus eigenlijk, in Tsjechië laat jij je leiden door de man. En dan in België doe jij meestal... Nee, dat is gewoon anders. In België is het meestal... bij Mariska is het wel met een script. Maar... hier is het meestal zonder script. Dus gewoon je ding doen. En sommige mensen, kopers, prefereren ook dat soort porno. Gewoon de soft en de non-scripted. Maar in Praag is het echt wel met een tjak. En als ik het begrijp, daar heb je dan een kennismakingsmoment? Of is het gewoon van, hoi, dit, dat, en dan begin je eraan? Nee, dat vond ik ook zo vreemd, want ik zat daar in lingerie, ik voelde me toch wel mooi. Ja. En ik dacht van, oké, die mannen komen hier gewoon binnen en ze gaan ze hier gewoon gaan zitten met hun spelletjes aan het spelen. En, echt? Ja, dat was zo vreemd. Gewoon drinken, spelletjes spelen,
Ah, hey. Oké, hey. I'm Jada. Mm-hmm. Oké. Okay. The usual. Okay. Ja, the usual. Yeah, ja, nog een ander meisje, nog een andere actrice. The next. Maar goed, dat is de eerste keer. Vanaf de tweede keer beginnen ze je ook wel te kennen en is dat wel losser en kun je ook een beetje grapjes maken. Maar de eerste keer is echt een beetje, ja, elkaar aanvoelen en ook zien hoe goed of slecht ik ben. Want uiteindelijk, ja, iedere eerste keer is een... Is dat dan moeilijk voor jou, die eerste keer, om dan op camera zo je daarover te zetten? Want ik denk dat je dat dan... Je wilt toch niet die energie uitbeelden van, oh, dat is een beetje awkward hier? Ja, mijn eerste scène in Praag... De eerste scène hier was natuurlijk. Was echt... ik vond dat zelf kicken dat er iemand stond met de camera. Op een gegeven moment was ik het zelf vergeten. Ja. Maar in Praag, ik heb het teruggezien, bepaalde langere stukjes, en ik dacht van, oh Jesus, Jada. Je ziet gewoon de pijn en de agony in je gezicht. Oei. En ik dacht van, dit moeten we gewoon beter doen de volgende keer. En veel fans merken ook op dat ik beter en beter word erin. Ja? En ik durf ook meer mij loslaten, mijn lichaam. Ik ken mijn lichaam nu ook al van binnen en van buiten. Kijk je veel naar je eigen materiaal? Ja, ja. Van het begin af aan al? Nee, ik heb er ook niet altijd access toe. Maar als ik kan, kijk ik wel altijd... ik heb al iedere trailer gezien, misschien zelfs al meerdere malen. En als ik kleinere stukjes kan bekijken, dan ga ik het ook doen. En mezelf een beetje analyseren. Maar je hebt gezegd van pijn dan? Ja. Maar dat is dan, hoe kun je dat dan de pijn verbijten? Of dat dan je lichaam dat zich aanpast? Of hoe... Omdat je zegt van, je ziet de pijn in je gezicht, zeg je? Je hoort het ook. Je ziet het en je hoort het. Mijn kreunen wordt een beetje anders. Ja, maar hoe pas je daar dan aan? Hoe kun je daar aan werken? Ja, ik weet wel tijdens mijn eerste scène dat ik 2 keer ben moeten stoppen. Omdat het dan te pijnlijk was? Of nee, wat was de eerste keer dacht ik van... dus als je een scène hebt die niet vaginaal is, ik ga het zo noemen... dan moet je jou spoelen en voorbereiden, maar als je continu iets voelt, dan denk je ook dat iets... Oh, op die manier. Begrijp je? En de eerste keer was ik van, oh, ik ben waarschijnlijk... Wat was loos alarm, want er zat niks meer in mijn darmen. Ja, ze spoelen dat echt. Ja. En hoe doen ze dat dan? Dus al rest een arm eten de dag ervoor. Ja. En dan de avond ervoor met zo'n speciale sproeikop gewoon in de... Ja, inbrengen en gewoon de kraan voluit low zetten, low water. Ophouden, iedere keer naar het toilet. En dan de ochtend voor de scène hetzelfde. En dan nog vlak voor de scène nog een keer. Zo. Wauw. Ja. Is dat gezond? Hetgeen dat ik doe is wel gezond, omdat dat niet met een andere vloeistof is of met een product, dat is gewoon low water. Wat is niet gezond dan? Wat doen ze dan nog? Soms zetten ze klisma's en dat is een echte lavement met een product. Oei. Zoals een koffieklisma. Nee. Ja, zoiets. Wat dat oudere mensen nemen, zo lavementje niet. Ja, dat is niet gezond. Als je dat te veel doet, is dat niet gezond. Ja, toch? Maar gewoon de schrik dat er iets gebeurt, want de producers en de cameramannen zijn soms ook niet echt begripvol op die moment van get your ass clean, get your ass clean. Ja, maar oké. Zo makkelijk is het ook weer dan heb ik ook zin van get your ass clean te zijn. Ik bedoel... heb je zo al eens last gehad of een botsing op set? Want dat lijkt me... Ik bedoel, je kan toch niet met iedereen overeenkomen, lijkt mij. Eigenlijk niet. Dat is wel goed. Als je dat zou vragen aan een tegenspeler van mij, kan zij of hij dat wel beamen dat ik altijd respectvol ben. Ja. Ook nagaan wat die persoon leuk vindt en wat niet. Ik heb nog nooit geen botsing gehad. Nee. Wie is de beste acteur dat je mee gewerkt hebt? Eigenlijk nog maar recentelijk. Die heeft mij zoveel orgasmes gegeven op deze set. Oké, wat was er dan speciaal aan? Wat heeft hij anders gedaan? Oh my god, ik weet het niet. Of wat heeft hij goed gedaan? Maar iets. Maar werd je al aangetrokken naar hem? Ervoor? Ja, sowieso. Okay. Het is ook wel een hele iets, knappe man en een hele lieve persoon ook. Maar dat was eigenlijk... De klik en de chemie was er onmiddellijk, want de cameraman ging weg en wij bleven nog bezig. Oké. We waren nog niet klaar dan. Nee, we waren nog niet klaar. die persoon is, hij woont in Tenerife, Marco Boel. Dat is ook iemand die nog niet zo heel lang begonnen is. Maar het is goed meegevallen. Het is een talent. Ah, oké. Okay. Wat is dat dan voor dat verschil dan tussen
Vraag me echt af. Ja, gewoon... De bewegen van... Als man weten jouw positie in de scène. Ja. Ja, natuurlijk, met alle respect, maar je penis moet hard zijn. Ja, met een slappe penis kan je niet... Ja. Sommige mannen denken, oh, dat zal mij wel lukken. Ja, ja, totdat er daar een camera staat. Ja. Totdat er daar een meisje zit. Gebeurt dat vaak, dat er gewoon niet mogelijk is? Dat gebeurt, ja. Dan wordt er papa Verine ingespoten. Wat is er papa Verine? Ah ja, die adrenaline-substantie. Ja, dat Ruud gezegd. Ja, maar vooral in het buitenland ook. Ja. In België gebeurt dat zelden. Meestal wordt er hier Viagra genomen. Ja. Maar... En dus, wacht, dus als die acteur daar bij u staat en die krijgt hem niet omhoog, wat gebeurt er dan? Ja, dan is dan de actrice om een beetje te helpen. Maar we kunnen ook geen uur helpen, bij wijze van spreken. Allee, wij moeten ook nog vet zijn voor de scène. Dan hand aan gebruiken dan? Ja, of andere whatever dingen. Works. Ja, whatever works. Ja, een beetje lieve woordjes, kussen, knuffelen. Echt? Ja, dat gebeurt, wat dat de jongen leuk vindt of de man. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, maar natuurlijk zeg het, tot een zekere extensie ook, want... De vrouwelijke actrice moet ook nog vet zijn voor de scène als zij daar al nu liggen. Allee, weet je wel? Ja, dat gaat niet. Allee, penetratie, dat gebeurt niet zonder camera. Hé. Maar andere dingen soms wel om de guy en de vrouw en de moed te... Dus er is altijd zo'n warming-up voor de echte scène? Dan. Niet altijd, maar als er problemen zijn, wel. En ik haat als mannen, take note, als ze iets gebruiken van substanties voor de scène. Get your head straight in the game. Oké, was dan het verschil? Dat is toch goed, want dan blijft het toch, nee, toch echt niet? Dat denken ze. Nee, Viagra? Nee. Of hun misschien zelf? Viagra als... wel. Ah, oké. Okay. Nee, drugs. Substanties. Ik denk drugs. Ah, oké. Okay. Ja, soft drugs, zie je. Hard drugs worden niet toestaan opzet. Ja. Maar, allee jong, blijf er van, alsjeblieft. Oh, een jointje dan waarschijnlijk. Ja, maar moet dat dan niet doen voor de scène? Allee, doe dat achter de scène. Dan sta je daar. Ja. Ik zal dat wel doen. Jij zou dat doen. Jij moet doen, hè. Dat kan, ik snap het wel, want bij weed, dat kan wel helpen als je gewoon met een meisje thuis bent. Maar als er zo 10 man naar je zitten kijken... Ja, met een camera, al die dingen. Ja. Dat is wel... Voor het meisje is dat ook niet leuk. Nee? Nee. Nee, nee. Tuurlijk niet. Ik hoef dat ook niet. Nee. Jij hebt dat nog nooit gedaan? Nee. Ja, jawel, vroeger. Nee, maar ik bedoel, voor een scène, als, hè, bedoel als, ik? Nee. Als ik 16 jaar was, heb ik er zo'n keer geprobeerd. Ja. Maar goed, voor de scène gebruik ik niets. Niets. Ja, ik zou echt... Ik zou echt zo beginnen bibberen of zo van de stand. Ik zou het niet kunnen, gewoon al die... Nou, denk ik. Nee, ja, nee, ik zou het niet kunnen. Het zit daar niet moeilijk mee dat mensen naar je zitten te kijken dan? Zo, nee, ik ben daarover. Ja. Is daar een drempel geweest, of is dat... Ja, maar die drempel was redelijk al redelijk snel af. Ja, toen dacht je, Ik ben nooit echt een pruts meisje geweest, he. Pas op. Ben nooit ook echt... Als ik op straat loop, nu is het warm weer natuurlijk, maar ik ga nooit echt heel kort gerokt lopen of lopen of een diepe decoté. Of ik ga ook niet onnodig flirten met iemand. Dat doe ik niet. Ik ben seksueel privé, maar nooit echt... moet ik zeggen, het is niet als mensen rondlopen dat je zegt van, amai, de seks druipt eraf. Je bent niet echt out there in het publiek, zeg maar. Nee, maar goed, eerder. Als het de moment er is, kan ik wel, weet ik wel wat ik doe. En ik vind het ook wel fijn ergens om dan eigenlijk hetgeen dat ik nu privé deed, ook voor de camera te doen en er tenslotte ook nog, ja. Ja, dat wou ik vragen eigenlijk van jou, al jouw leven ervoor. Ja. Hoe was je dan al, moet ik dat zeggen, een beetje freaky? Was je, nee, stond je open voor veel zaken? Hoe was jij als persoon op seksueel vlak? Ja, ik stond open voor veel zaken om mijn vriend te plezieren. Maar zelf had ik niet, natuurlijk ja... Niet de gewone standjes ben op de duur. Ja, dat bent saai te worden. Nee. Ja. Ik probeerde wel af en toe eens iets uit. Zoals een trio of keranaal ook. Dat hebben we ook al geprobeerd in privé. Maar goed. Voor dan dat je... Ja, voordien. Hoe moet een man een vrouw benaderen om een trio? Voor een trio. Damn, that's a good question. Yeah. Damn. I'm asking for a friend. I'm not. Hoe moet een man mee benaderen of gewoon een vrouw? Ja, kan ik dat vragen, een vrouw? Of is dat voor... Is dat weer anders? Ja, dat is anders voor maar iedereen. Maar je wilt zeker. Een trio met twee mannen of twee vrouwen? Waarschijnlijk als man wil je twee vrouwen. Ja, dat is. Je doet eigenlijk twee mannen, maar bedenkt zich juist laatste minuut. Ga weg, joh. Nee. Ja, hoe vraag je dat? Dat is wel een moeilijke vraag. Natuurlijk, toch? Ik was in een relatie met die persoon. Ja. En hij zei van, ik had een meisje, ze was nog piepjong.
Achteraf gezien, niet zo wauw. Meestal stel ik daar meer bij voor dan dat het effectief is, hoor. Yeah. En meestal is de man meer bezig met de ene vrouw dan met de andere. En de andere meisje wordt daar jaloers en bla, weet je wat. Ben jij dan jaloers, bijvoorbeeld? Ja, dat was mijn vriend. Ik heb gewoon uit de ruimte gegaan. Uit de ruimte gaan en hij zegt van, doe maar jullie dingen, want ik kan het niet zien. Ik zou dan al iets hebben van, oh nee, die is boos. En hij heeft nog eventjes bezig geweest en dan is hij naar de badkamer gekomen waar ik stond. En zegt hij van, ja, ik wil jou ook klaarkomen. En ik, oké. Maar ja, ik was echt toen wel redelijk dronken. Ik zou dat in een nuchter toestand niet doen. Maar had je die al opgepikt? Of zo? Ken je die al op voorhand? Of? Dat meisje? Ja, Mijn vriend kende dat meisje. Ah, okay. Dat was iemand waar hij voor mij ook eens zo'n losbandige avontuurtje mee had. We waren iets aan het drinken. Het was een zomerige, warme avond. En we lagen in de tuin en we keken naar elkaar en we waren een beetje aan het spelen met elkaar. He. Geen tikkertje natuurlijk. Nee. Van het een kwam het ander. En eigenlijk moet dat loslopen, zo'n situaties. Dus echt op de man afstappen. Het is best dat je ze allebei niet kent. Dat is ook... Dat helpt ook. Ja, dat helpt wel dat je de meisjes niet kent. Ja. Heb je nog steeds nu dezelfde vriend dan? Nee, ik ben single al 3 jaar. Ah ja, oké. Okay. Oh, dat is van tevoren nog. Ja. Ik had bijna een eetsum gefixt in Singapore. Een eetsum? Ja. Een wat? En ja, ik weet nog een acht. Dat was mijn achtste. Een eetsum. Ja, ik had dit model gedaan. We zaten zo in een appartement. Met allemaal mensen waren uitgegaan. En er was zo een lief van een roommate was afgekomen. En iedereen had gedronken. Ik was zo een beetje aan het rondgaan. Van, doe jij mee, doe jij mee. En dan waren er uiteindelijk toch wel een paar die mee wilden doen. Maar... ja, dan hebben ze uiteindelijk... En met hoeveel is het dan geworden, uiteindelijk? Nee, is niet geworden. Oh, nee. Ah, wat een bummer. Als er één zich wegtrekt, dan is het meestal... gaat heel die fight al. Wow. En jij was klaar, ready to go. I was ready. Yeah, ready. I was waiting for that. Wat was dan de verhouding van mannen-vrouwen daar? Toch. Tot toen? 6-1, of... 6-1 kan niet, 6-2. Running a train hier. Ja, wow, kijk, ik kan dat niet meer rekenen. Het was gelijk, hè. Het was helft-helft. Het was 4-4. Ja, het was 4-4. Ik heb een scène onlangs gedaan, 4-4. Dat was echt een menselijke soep van zweet, orgasmus, squirting, sperma. Links, rechts, overal. Maar dan zijn ze toch constant bezig, links, maar rechts aan het kijken. En... Maar mijn partner was opeens weg. En ik zat daar. Ik ga een beetje met mezelf spelen, ik ga een beetje met haar spelen. Dat was echt... En kijk waar de camera was, want er waren 4 camera's, dacht ik. Dus iedere keer kijken, wat was die camera? Wie is er aan het filmen? Wie is er mee aan het filmen? Hoe moet ik liggen? Dat was echt... Oh my god, dat was werken. Chaotisch. Ja, ik werk altijd op de set. Maar dat was echt werken. Dat was een volledige film. Dat was 4-4. Heb je ook al gangbang gedaan? Of ben je daar niet voor? 4-1. Is dat een gangbang? Vanaf wanneer is een gangbang een gangbang? 4 mannen en jij dan? Ja. Dat is zeker wel een gangbang. Ah ja, dus ja, voilà. Ja, dus, ik denk tot een foursome heb je. Ik weet niet wat de definitie is van de... Na foursome is er niks, is het kernbank, denk ik. Niet? Ja, fivesome is like zo... Ah, fivesome. Ik denk foursome en dan heb je gewoon gangbang, I guess. Ja, dus ja, ik heb al een gangbang gedaan, blijkbaar. Oké. Okay. Maar niet leuk dan. Jawel. Ja, dat was eigenlijk wel een hele goede scène. Dat was een van mijn laatste scènes in Praag ook. Dat was maar een van de godfathers of... hardcore porn. Chapman, ik weet niet als je... Mike? Mike Chapman. Nee. Die heeft altijd de zonnebril aan en die is bijna 60 jaar. Misschien als ik het zie, dan krijg ik... En dat was in Tsjechië dan? Ja, een zwarte man en top, echt. Hij outshines iedere jongere zwarte man die daar aanwezig was. En dat was maar hij is acteur. Een acteur, ja. Ah. Ja, het is geen producent, dat was voor Gonzo, die scène. 60 jaar en wat... Dat is hilarisch. Een hilarische, hilarische man. Hoe lang is hij dan al bezig? Al in de 30 jaar. Wauw. Ja. En hij is nog steeds aan het gaan? Ja, echt waar. Wauw. Echt waar. Die zijn genen wil ik ook wel hebben, dat is voor 60 jaar. God. Dat is God. Ik kijk naar niemand op, maar eigenlijk naar hem wel. Okay. Hij is man, dus hij is geen concurrentie of zo. Alleen er zijn geen concurrenten in die sector. Iedereen doet zijn dingen. Voor iedereen is een publiek en iedereen is er voor elk wat wils. Maar dat is wel iemand waar je mag naar opkijken. I'll bow down. Echt waar. Ja. En die moet ook in een stand soms zitten. Of alleen niet zitten, maar moet bewegen. Dat ik zeg van... Oh, maar jong, toch had je bezig bij je 60 jaar. Nog steeds zo en nog steeds vitaal. Zo lenig, vitaal en talkative en gewoon powerful. Dus dat is...
ja, dat is altijd een plezier voor madame te werken. Wat ja. wil je nog graag doen in de porno-industrie? Of bepaalde scènes dat je nog op je bucketlist hebt staan? Dat is moeilijk. Voor bepaalde producent werken, dat wel. Dat staat wel nog een bucketlist. Ik heb voor Brazzers gewerkt, dat was wel een van mijn grootste opdrachten. Echt? Ja. Dat kennen we allemaal, hè? Dat kennen we allemaal. Die kennen wij. Ja, dus... Wanneer was dat? Ik heb het in maart opgenomen. En vlieg je dan naar... Ja, naar Barcelona. Ah, dat is, ja, die werkt met Spanje Barcelona. Samen? Okay. Spanje en Budapest, meestal. Ja. En in Amerika natuurlijk ook. En in Engeland ook. Voor Brazzers, joh. En ja. die hebben jou gecontacteerd? Zij hebben mijn management gecontacteerd. Ja. Ik zit bij 3 managements die mij af en toe keren sturen. Ja. Maar ja, als ik mijn vrije data niet doorgeef, dan gaan ze mij ook niet aanbieden aan de producent. En dat was ja. eigenlijk... 2 weken voordien wist ik dat ik enkele dagen vrij was. En ik, oh, sturen. Ah, Brazzers is interested in you. En ik... Oh, hey. Smile. Ja, je van de grootste dan dat ik nu voor gewerkt heb, ja. wel. Ja. Maar ik zei, de tijd is nog niet uit. Dus ik ben net iedere ochtend aan het wakker. Als ik wakker word, is het al uit. Ik heb zo'n fan. En hij herinnert me er soms aan. En ik dacht van... Ja. En ik heb het ook hem gezegd van, kijk... Stopt me mee te herinneren aan het feit dat die scène nog niet uit is. Ik denk dat hij ons ook had gestuurd op BDF Podcast. Ja, er heeft één iemand die mij stuurde van zo een paar weken geleden. En, wanneer komt de aflevering met Jada uit? Ah, is waar. Oh, wow. Maar je zit niet op Instagram? Ik weet wel, anoniem account, geen foto of zo, niks. Was gewoon, Een fan, interesting. Ja, ja. Stalker misschien. Hey, als je mij als puber had gezegd dat ik ooit met iemand van Brazzers aan tafel zou zitten. Maar ik ben nog niet van Brazzers. Salam zijn childhood helemaal. Ik heb wel de oorringen aan van Brazzers. Nee, maar... Oh, echt? Ja. De whole deal. Ja, de hoepels. Shout-out Brazzers. Hey, wacht, draait u maar volledig. Laat maar goed zien in de camera. Ja, ja. Brazzers. Ja, ik heb een bikini gekregen ook. Het is echt... Bedekt juist mijn tepels. Dan van, oeh, ga ik hier ooit in geraken. Dus bij deze, sponsors. Ja. Wat was er nog op je lijstje? Bepaalde acteurs? Of heb je dat al nu gehad met die Mike? Ja, met Mike wilde ik sowieso samenwerken. Met Jordi heb ik samengewerkt, Jordi Aninho, voor Brazzers dan. Wie is Jordi Aninho? Is het nog dan een hele gekende. Zo een, hij lijkt een heel, heel jong jongetje. Ah ja, oké. Okay, ja, ja, maar hij is eigenlijk, denk ik, mijn leeftijd zelf. Ik weet het al. Vanuit Spanje, hè? Ja. Ja, ja. Maar heel goed bezet. Ja. En dat is een beetje zijn niche. Ja, okay. Hoe oud is die eigenlijk in de echt? Ja, mijn leeftijd, denk ik. Ik denk rond de 30. Echt? Of bijna 30. Nee, maar jas ziet er 18 uit of zo. Ja, weet je. Ja, maar hij ziet er enorm veel jonger uit. Ja. Maar hij is sowieso wat jonger dan ik. Ik zeg nu dat hij mijn leeftijd is, dat is geen waar. Maar hij is sowieso... Een pak ouder dan ik denk. En is hij echt zo goed dan? Ja, hij is hilarisch, die jongen ook. Echt, hij is hilarisch. Oei, maar ik kan ook wel geen Engels, dus dat is ook een beetje het pijnpunt. Ik was aan het denken, want ik moet iets op de podcast krijgen, maar ja, als hij geen Engels kan... Wel, zijn vriendin tolkt wel voor hem, dus dat is een mogelijkheid. Ja, ja, maar we gaan wel, denk ik, mogen betalen. Ja, die verdient waarschijnlijk pakken geld, hè? Yep, ja, dat denk ik ook wel, ja. Alleen jongen, je hebt met de Jordi dan. Ja. En Danny D staat ook nog op mijn lijstje. Danny D. Is een blonde, ik denk Amerikaan of Engelsman, maar ik denk Engelsman. Ook heel goed geschapen en zijn slapstick humor en de scènes is ook goed. Ja, okay. Ik ook iemand voor Brazzers. Ik denk dat hij enkel voor hen ook werkt. Sam Bourne heb ik al mee gewerkt, is ook een heel goede acteur. Pascal White ook. Maar goed, mijn ultieme droom is om naar Amerika ergens te gaan of Japan om een scène te doen. Japan ook, ja. Liefst meerdere scènes. En vrouwen, van vrouwen zijn nog... Ja, in Japan zijn ze niet echt groot geschapen natuurlijk. Hè. Dat geeft niet, dat is volgende keer, ja. Die keet anders. Het staat er mooi op mijn cv. Ik wil gewoon de sushi gaan proeven ook. Wij gaan al niet scoren in Japan. Dat gaat al niet gebeuren. Is Palm Springs niet dat was ook de pornoplaats van de wereld, niet? Ik had altijd gehoord dat Palm Springs de porno city was. De Valley, de Valley. Ah, ja, de Valley. De Valley, ja. De Valley stond bekend voor de Palm Springs ook zo. Porn. Ja, nee, dat kan zeker. Ja. Ja, dat kan. Ja. En nu, als je gewoon in je vrije tijd dan seks hebt, het gaat dan liever groter of liever kleiner? Of? Dat maakt niet uit. Het is geen dat ze doen ermee. Maar op de scène zelf wel, hè? Of ook niet? Ja, voor de kijker. Ja. Maar voor mij is het soms aanname van een normaal geschapen jongen ertussen te hebben. Wat is normaal geschapen voor jou? Ja, ik kan daar geen centimeters op plakken.
Banaan, courgette, wortel. Nee, toch grote banaan, kleine banaan. Hè? Augurik, ja, banaan, een gemiddelde banaan. Voilà. Okay. Een goede Chiquita, Valentijn. Ik ben blij dat er zo'n jongen tussen zit ook. Ja, ja, tuurlijk. Ja. En hoe gaat het in de dating life dan? Is dat dan moeilijk? Oh, ja, er zijn mensen en mannen die mij willen daten, maar ik heb er geen... niet zozeer interesse. Is jouw grens in seks nu ook anders? Ja. Qua pleasing? Mm. Is het gewoon heel saai nu voor jou? Nee. Of hangt dat echt van jouw moed af? Kun je nog, ja, hoe moet ik dat zeggen, tussen haakjes normale seks hebben? En... Tuurlijk. Maar mijn lichaam reageert wel beter op hetgeen... Allee, hoe moet ik het zeggen? Mijn lichaam laat zich meer los. Ik kan meer genieten ook nu. Ja. Want vroeger, ja, squirten, dat was iets... Ik kan dat niet. Maar dat is gewoon omdat mijn lichaam mij tegenhield. Ja, omdat dus je denkt dat je moet plassen dan. Ja. En iemand zei mij, iedere vrouw kan dat. En ik dacht van, oké, here's the challenge. Let's go. Let's go. Maar niet iedere vrouw kan klaarkomen tijdens seks, hè? Nee. Maar ik ben blij dat ik het kan. Allee, bedoel, ja, ik ben echt trots op mijn lichaam, eigenlijk. Ja. Niet om hoe dat eruit ziet. Ja, tuurlijk, hoe dat eruit ziet ook. Er is al... Allee, er is al het een en het ander aan gebeurd. Maar ik ben ook trots op mijn lichaam met hetgeen ik aan kan. Met hetgeen mijn lichaam aan kan. Hoe het werkt. En het werkt fantastisch goed. Ja. Dus ik ben echt trots op mijn lichaam. Ja. En is dan de beste seks dat je ooit gehad? Heb je dat dan opzet of is dat privé? Ja, eigenlijk opzet. Mijn laatste scène was opzet met Marco. Ja, die heeft wel een indruk nagelaten. Ja, die heeft wel een indruk nagelaten. Ja, ja. Zal ik je dan video's bestuderen wat dat allemaal doet? Dan, ja. Hey, moet je altijd research doen, ja, bro. Ja, sowieso. Als hij zo goed is... De mensen die het kijken maken notities. Dan zal hij toch wel iets speciaals doen, denk ik. Er worden sowieso notities gemaakt. Misschien was het was gewoon ook de chemie tussen ons, hé. Ja. Dus, waar ben je nu mee bezig? Of wat staat er in de toekomst gepland? Zondag heb ik een scène. Zondag, zeg. Dus zondag is Christian, hè. Ja. Zondag is rustdag. Ja, jong, niet voor sacred. Mij. Sacred. Sunday is sacred. Niet voor mij. De 20e ga ik, of de 19e vertrek ik al naar Berlijn. En dan de week daarna heb ik een scène ook voor Mariska. En, en niet morgen, maar overmorgen komt er een meisje content opnemen met mij. Oké. Ja. Voor OnlyFans dan? Of? Ja. Ja. En de laatste zondag van de maand heb ik ook nog een scène in Nederland. Oh ja. Ja. En je gaat terug aan een programma meedoen, zei je? Ja. Behind the scenes net? Ja. Vertel. Ik doe mee aan een programma die op streams zal uitgezonden worden vanaf 12 augustus. Genaamd Chasing Beauty. Ik vond het eigenlijk wel goed. Goede naam. Want toen dat ze aan het opnemen waren, wisten ze nog geen naam voor het programma. En ik vond het wel catchy. En dat zijn de programmamakers van ook de OnlyFans-serie, De Naakte Waarheid. Ja. Het Konijn is een productiehuis. En ik dacht in januari kwam er iets op Instagram. En zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. En ik dacht van, ja, ik ben misschien wel de geschikte persoon ook om mee te doen. Want ik heb wel ervaring met plastische chirurgie. Want waar gaat het over het programma, Chasing Beauty? Over plastische chirurgie, ja. Ja. Over de pro's en de contras. Ze tonen niet allemaal het mooie. En het is ook zeker niet glamoureus, plastische chirurgie. Ja. Waar veel mensen ook denken. En dus laat echt alle kanten zien. Ja. Jeff Hoijbergs is hier geweest. Hij heeft alles uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Dus. Oh, Jeff Hoijbergs is ongeveer... Geweldige man. Geweldige man. Ja, dat kan ik geloven. Zeker een figuur. Ja, maar ook niet zo vrouwvriendelijk, altijd. Pas op, hij had wel... Hij heeft gewoon een bepaalde visie. Ja, ik ga niet eens goed praten of zo, hè, nee. Daar niet van. Maar we hebben echt heel lang mee gepraat. Ja. Hier of zo, denk ik. Maar een flesje of twee, hè. Maar, ja, het is wel een monument. Het is van een monument, ja. Moeten we echt... Hij heeft gewoon echt een hele specifieke... Ja, goed, pas op. Alle respect, want het zijn zo mensen die boven het publiek uitkomen, niet? En... Ja, en ook wel veel mensen ook wel vergeten, je hebt de figuur Jeff Hoijbergs, maar de dokter Jeff Hoijbergs was ook echt wel top in wat dat hij deed. Ja, tuurlijk. Dat was wel... Tuurlijk. Daarom is hij wie hij is. Ja, voilà, ja, maar veel mensen zijn ook wel snel in een
een mening over iemand uiten. Ja, ja. Dat gaat ook nu komen met dat programma. Het is er al met mijn werk als pornoactrice. Mm-hmm. Mensen hebben een mening. Maar ik wilde ook een beetje met dat programma, en ook door interviews te geven, en nu ook met Behaved Podcast interview te geven, wil ik ook een beetje de persoon naast Jada meer uitleg geven over porno. Dat het niet allemaal is hetgeen dat ze ook zien. Of horen, of denken te horen, of denken te zien. Maar dat er ook nog een persoon aan vasthangt. Want dat vergeten veel mensen, dat er altijd een persoon aan vasthangt. Ja, ja. Mijn moeder zei altijd, het is ook iemands kind. En ja, dat is ook waar. We zijn ook allemaal opgeruid, hetzelfde. We gaan ook allemaal ooit ons laatste adem uitblazen. Het is nog wel heel donker aan het worden. Qua gedachtegang. Maar goed, met het programma wilde ik vooral... tonen dat plastic chirurgie niet glamoureus is. Ik heb redelijk veel laten doen. En ik ga er zeker altijd open kaart over, open kaart over spelen. Ja. En er zijn veel mensen die er over liegen of die het gewoon niet... die geen open kaart spelen. Ik wel. Ik heb dat altijd gedaan. Want eerst tot laatste. En ik wil ook met het programma en met mijn verhaal tonen dat niet altijd... het is niet altijd een psychologisch aspect ook. En ook dat je het moet vooral doen voor jezelf. En het is zeker niet glamoureus. Dat wil ik echt wel benadrukken. Ik doe het natuurlijk om er beter uit te zien, maar niet alles wat je ziet is, is de realiteit. En ik hoop dat de programmamakers daarin geslaagd zijn. Altijd afwachten, hè? Ja. Is gelukt of niet? Ja. Heb je al veel rare voorstellen gekregen? Oh. Dat je Dubai of zo? Of... Ja. Ja, toch? Party potty. Ja, ja? Ja. Ook echt specifiek ja, dat? Ja, ik had een TikTok-filmpje gezien. Ja. En de dag nadien kreeg ik een mail voor naar Dubai te gaan. Wauw, oké. Okay. Ik heb er een TikTok-filmpje van gemaakt. Hoeveel wordt er dan aangeboden? Mij was er nog niet zo geboden, want ik heb direct een mail teruggestuurd dat ik niet geïnteresseerd was. Dank je. Nee, ja. Nee. Nee, en wat was dan specifiek dat ze vroegen? Nog niet, zie je, in de eerste mail. Dus ze leggen gewoon uit dat ik als chaperone daar naartoe ga. Dat ik alles word betaald. Alleen mijn expenses, mijn flight ticket en mijn stay. En mijn eten en mijn drank. En dat gewoon een chaperone is, een soort escort, maar zonder... het wordt... seks, dat wordt tijdens de eerste mail nog niet vrijgegeven. Nee, maar dat is zo geleidelijk aan. Een kennismakings-e-mail. Ja. Ja, ik heb ooit eens de zotste aanvraag gekregen. Oh. Dat was op een maand tijd. Vertel. De eerste aanvraag was een vrouw van in de 40, 45, vanuit Nederland. En die ging voor haar verjaardag een boot huren in het zuiden van Frankrijk. En die vroeg of ik mee wou gaan. Ze ging vriendinnen uitnodigen en zo. En dat is via Instagram gegaan? Ja, ik kreeg denk ik 2.000-3.000 k betaald voor een weekend. Wat? Ja, hey. Ik wil serieus moeten over nadenken, maar ik kon niet... Let's go. Maar dan, Je kon niet. Ja. Ik ging het doen, ja, tuurlijk. 3.000 euro, maar gewoon een beetje... Zonder iets meer? Dat weet ik niet, ja. Ja, bullshit. Dat zijn bonussen dat je dan krijgt. En hoe was het tweede? De tweede was zotter. Dat was zo'n pimp, dat is zo'n vrouw in Dubai. En die regelt zo... Als je naar Dubai gaat, dan regelt die escortes of dit of dat. Hè. En die had naar mij gestuurd van... Hey, er is een prins van Dubai... En die heeft een lief, een Europese, die was van Italië, die vrouw. Echt een mooie vrouw. En die zegt van, als cadeau voor haar verjaardag wil ze een model over laten brengen voor een week met haar te spenderen, een beetje shoppen, een beetje dit, een beetje dat. 10k zou ik krijgen. Wow. Damn. Ja. Amai. Het ding is, dat is gewoon een setup, hè, want dat is niet voor de vrouw zelf, dat is eigenlijk voor de prins zelf, waarschijnlijk. Snap je? Zo werkt dat daar. Zeggen van, hey, kom even mee voor mijn vrouw. Ja, zet daar dan. Ja, zet je wassen. Ik kan niet weer mee. Plot twist. Je zegt van, nee, toch liever niet. Plot twist. En dan heb ik een week in Dubai in de gevangenis gezeten. Nee. Godverdomme. Nee, maar ik krijg echt zotte aanbiedingen volgens mij. Toch wel, Ik heb van twee voetballers eigenlijk in het begin. Oh? Ja. Bekende? Veel sportmannen? Bekende? Wel, de eerste was via mijn eerste Twitter-account. Die is suspend, dus ik kan niet meer terugvinden wie. Het was of Milaan of voor Rome dat hij speelde. Maar ik kan het dus nergens terugvinden. En de tweede was voor een Duitse ploeg dat hij speelde. Maar dat was niet eerste nationaal.
Maar die, dat is de tweede. Maar die eerste was wel... Die eerste, was dat een Belg? Nee, nee, het was een donkere jongen. Of man, of ja. Hij was jonger dan ik. Dus jonger nog. En gedaan, niet gedaan? Nee, ja, alleen. Blijkbaar, de voetballers zijn wel de beste in bed, hè. Blijkbaar, voetballers zijn de beste in bed, heb ik al gehoord. Is dat alles wat erbij komt, of zijn ze echt? Zijn wel sportmannen. Als ik vaak van die video's zie van, wat heb je het liefst? Dan zeggen ze altijd voetballers. Die hebben de heupbewegingen, blijkbaar. Die kunnen goed dat erin. Ja, blijkbaar, okay. Ja. Ik weet niet. Moet je heupbeweging nemen voor te voetballen? Dat wist ik niet. Ja, je moet kunnen trappen, winbaar zijn. Ah, ja. Hij is eigenlijk in voetbal gezeten. Ik was keeper, dus dat is geen voetbal echt. Oké. En dan achter de daad buitenspel. dat is een doordenkertje. Oké, Jada, bedankt om te komen. We zijn er al. Dankjewel. Ik vond het heel interessant. Was heel leuk. Ja, was een leuk gesprek. Veel succes nog in, hoe is het nu? Berlijn, zeker? Ja, Berlijn. Dat is mijn eerste stop. En in je carrière, het gaat heel snel, hè? Dus laat het zo blijven. Ja, ik denk dat er ooit wel keuzes gaan moeten gemaakt worden. Maar goed, ja. Oké, wie weet. Zou ik het fulltime willen doen en dan die job opzetten? Maar ergens niet. Ik ben ook een beetje bang voor de toekomst, want porno is niet voor altijd. Ja. Mensen, ja, ga je ooit niet beu zien, maar ooit gaan ze alles te zien hebben dat er te zien valt. Maar je kunt milf, gilf. Ik ben nu al milf. Echt? Ja. Ze hebben nu al milf gemaakt? Ja, ja, van de instant dat ze mee zagen, dat is een milf. Ja. En dan meer dat je waarschijnlijk met Jordi geshoot hebt dan. Ah, waarschijnlijk, dat kan, ja. Ah, ja, want dat is... Ja, zo weet je, die niche... Stepson... Ja. Dat was het verhaal niet. Stepmom. Ja, maar het was het verhaal niet, nee. Oh, nee, toch nee, niet? Dat was het verhaal niet. Teacher waarschijnlijk, teacher. Nee, dat ben ik al geweest. Ik ben nog geen stepmom geweest, maar ik ben wel een teacher geweest. Nee, ik was de toeriste die iets een kiekje ergens moest van nemen. En hij kwam door mijn redding... Ja, ik kan nog niet alles vertellen, nee, maar hij was mijn redder. Gewoon opzoeken. Het is nog niet online, dus ik kan het is nog niet online? Nee. Oh. Als hij online komt, zie je me dan niet eens zo, maar wel eens benieuwd. Maar hij had superveel zien passeren als het online komt. I will go viral. Op mijn eigen platform, nergens anders, maar op mijn platform ga ik viral gaan met brothers. Ja, dat zal ik. Je zult waarschijnlijk wel heel veel volgers daarvan krijgen dan. Ja, dat denk ik wel. Sowieso wel. Ja, dat denk ik wel. Al die pubertjes daar, bruisers, zeker weten. Alright, veel succes nog. Echt bedankt om te komen. Dank je wel. En misschien tot de volgende. Ja, tot dan. Ciao.